Een van de tofste dingen in de zomer is barbecue. Ik kreeg deze kleine tafelbarbecue van Dille en Camille, die mij ook deze mooie potten en allerlei andere dingen hebben gegeven. Ze hebben mij ook expliciet gevraagd om niet binnen te barbecuen. Ik ga dat wel doen, daar heb ik wel mijn redenen voor. De binnenkant van de studio ziet er al goed uit, maar ik heb ook een tuin en een terrasje om te barbecuen. Maar zoals je ziet, er zijn nog redelijk wat werk aan de winkel. Terug naar binnen. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga 4 verschillende kippenfilets op de barbecue grillen. De eerste op Indische wijze, daarna eentje op Zuid-Amerikaanse wijze. Met zo'n spicy rub, een Aziatische met sojasaus en een Mediterraanse, denk een beetje Italiaans. Nummer 1, Indische wijze. Geïnspireerd op de chicken tikka masala en de chicken tandoori. Eerst en vooral wat specerijen roosteren in een pan. Een eetlepel komijnzaad, 1 eetlepel korianderzaad. En waarom die specerijen roosteren? Gewoon voor de smaak. Dat gaat echt een smaakbom geven. De volgende stap is een papje maken van wat gember, look, chilipeper en een shallot. En nu ga ik 2 belangrijke ingrediënten toevoegen. Dat ga ik even mee roosteren, ongeveer een 10-20 seconden. 1 eetlepel garam masala, 1 eetlepel currypoeder. De kruiden mogen erbij. De specerijen, moet ik zeggen. Woehoe! Oh, en die geur. Dat is echt een groot verschil als je dat roostert of niet. Dus doet die extra moeite en roostert ze even. Kruiden met een beetje zout. En dan een hele belangrijke, een eetlepel of 2 yoghurt. Dat geeft een frisse smaak, dat gaat de kip een beetje beschermen. De kruiden ook. En dat zorgt er ook voor dat je een minder droge marinade krijgt. Iets dat meer uit te smeren is, wat gemakkelijker is om mee te werken. En je zou ongeveer deze textuur moeten hebben. Het lijkt zo op iets lopendere currypasta. Dat mag nu over een kippenfilet. En dit moet nu idealiter enkele uren marineren. Hoe langer, hoe beter. Je mocht de kip echt rijkelijk bedekken. Het is nu wel een beetje te veel marinade, maar dat bewaart zich zeker een paar dagen in de frigo. Geen probleem. Oeh, pikant. Haha. Eerste kipje klaar, op naar de tweede. Deze is heel gemakkelijk. Het is een rode dry rub. Een beetje zo Zuid-Amerikaans, Mexicaans, Peruviaans. Ik weet het niet, maar het doet mij denken aan daar. Er zijn maar een paar ingrediënten nodig. Cayenne, chilipoeder, ongeveer hetzelfde, maar toch een iets andere smaak. En dan paprikapoeder. Dit is gewoon zoet paprikapoeder, maar je mag ook gerookt paprikapoeder gebruiken als je dat wilt. Ik doe dat liever niet, omdat het al genoeg smokiness gaat hebben van de barbecue. Dus bij deze gewoon paprikapoeder. Weer een kippenfilet. En dit moet eigenlijk niet al te lang marineren. Dat kun je eigenlijk onmiddellijk bakken. Een beetje paprikapoeder. Een beetje chilipoeder. En als laatste wat cayenne. Je begrijpt het dus, het gaat wel een redelijk pikant kipje zijn. Een beetje zout. En dan mooi alles deppen. Kip nummer 2 is klaar. Op naar kipje nummer 3. Kipje nummer 3, de Aziatische. Daar ga ik een beetje sojasaus voor gebruiken en limoen. Een beetje gemberpoeder. En dan alles mengen. Deze wordt gemarineerd door het zout uit de sojasaus. Zuurtegraad van de limoen, maar straks als die gegrild is, ga ik die nog even insmeren met wat honing, ketchup, manis en sesamzaad, zodat je een lekkere sticky chicken filet hebt. En dat ga ik dan serveren op wat rijst en dat gaat super lekker zijn. Kipje nummer 3, klaar. En dan nummer 4, de laatste, dat gaat een Mediterraanse zijn. Een beetje Italiaans zoals ik zei. Wat heb ik daarvoor nodig? Een teentje look dat ik al ga fijn pletten met een beetje zout, peper en olijfolie. De lekkere olie met de look mogen over de kip en dan ga ik nog een halve eetlepel rozemarijn toevoegen en een volledige eetlepel oregano. En dit is belangrijk, goed alle smaken erin masseren. De look, de olie, de oregano, rozemarijn. En je weet wat lekker gaat zijn. En dan deze moet ook niet al te lang marineren, ongeveer een half uurtje, een uurtje. Goed, even een barbecue aanzetten en dan grillen. Uiteraard doet je dat thuis best niet binnen, maar wel buiten,
zoals het hoort, zoals een echte barbecue. Ik heb ook een brandblusser, dus geen paniek, moest er iets gebeuren. Alles is veilig. De kolen zijn bijna warm, ik ben ondertussen wat bijgerechten aan het maken. Voor de Mediterraanse waar ravioli's gevuld met mascarpone en gorgonzola. Bij de Aziatische wilde rijst, de Zuid-Amerikaanse komt met tortillas en de Indische met naanbrood. Oké, alles staat klaar, de kolen mogen in de barbecue. Tijdens wel... Wow! Warm. Het zijn heel warme kolen. Voordat de grill erop gaat, even een warme en koude zone maken. Een aanbakzone en een gaarzone. De kolen aan één kant duwen. Zien dat je niet verbrandt. Niet verbranden. Dit is dus de warme zone, de bakzone en hier is de koele zone. Koelere. Grilletje erop. Dit gaat nu ongeveer 4 à 5 minuten per kant bakken. Gewoon zien dat het niet aanbrandt, dus af en toe naar de koele zone brengen, zodat het zeker niet te zwart wordt. Het mag een beetje zwart hebben, een beetje kleur, maar het moet natuurlijk niet volledig verbrand zijn. Tijd om alles naar de grond te draaien. Nice. Zie, en dat is super goed. Een klein beetje zwarte stukken. Zwart is te zeggen, goed aangebakken. Ze hebben allemaal een schoon kleurtje, dus ik ga ze nu aan de andere kant van de grill zetten, zodat ze nog echt volledig kunnen garen. En ondertussen, weet je nog dat ik zei voor de Aziatische, ga ik nog een lak maken. Dat ga ik daarna doen. En wat zit daar allemaal in? Een klein beetje ketchup manis of zoete sojasaus, honing en sesamzaad. De Aziatische kip even invrijven met deze prachtige lak en dan gaat dat lekker karamelliseren. Zoet worden, krokant. Niet te lang, anders gaan de suikers van de honing aanbranden. En dat willen we natuurlijk ook niet. Moment van de waarheid. Mooi gekleurd aan de buitenkant, mooi gaar van binnen. Daar is het. Oh, deze geeft zoveel voldoening. Dankzij de marinade blijft de kip ook super sappig. Er is niks erger dan zo een stuk kip van een barbecue te halen en dan te zien dat die niet gaar is. Dus ik ben heel blij met het resultaat. Zo, 4 verschillende manieren om kip te marineren en op de barbecue klaar te maken zonder dat het zo droog wordt. Het heeft wel heel veel smaak. Het is een beetje anders en kies zelf maar welke dat jij het liefste zou maken. Voilà. Ik zou zeggen, like, subscribe. Klik ook op dat belletje, zo weet je wanneer ik nieuwe filmpjes ga posten. Goed, tot de volgende keer. Salut. We'll be right back.